Dennis Storm en Valerio Zeno waren nooit het BNN-duo om in de gaten te houden, maar inmiddels hebben beide jongens zich teruggetrokken uit de media. We bespraken onlangs nog hoe het nu met Valerio gaat, maar nu heeft ook Dennis een groot interview gegeven over zijn minimalistische levensstijl. Na een tv-carrière van 10 jaar verliet Dennis Storm vrijwel geruisloos het scherm. Hij had er geen plezier meer in en besloot een andere richting op te gaan. Dat lijkt, nu 4 jaar later, goed te zijn gelukt. Dennis Storm vertelt aan RTL Nieuws dat hij op dit moment met zijn vrouw en 2 kinderen, van 5 en 6, in een studio in het zuiden van Bali woont. De ruimte is zo'n 32 vierkante meter en ze slapen met z'n allen op 1 slaapkamer. We zijn wel op zoek naar een huis waarin de kinderen hun eigen kamer hebben, maar vaak zijn de huizen te groot en slaan we het af. De regel lijkt groot huis kleine tuin te zijn, maar wij willen het juist andersom. Hij is niet opgegroeid met een minimalistische levensstijl, maar het is wel iets dat op een gegeven moment begon kriebelen. Sinds mijn 20ste, toen ik mijn eerste reisprogramma maakte, begon ik beetje bij beetje mijn overbodige spullen de deur uit te gooien. In de jaren erna merkte ik steeds meer dat het naleven van het minimalistische gedachtegoed mij een heerlijk gevoel van vrijheid gaf. En die vrijheid stopt hij nu in zijn gezinsleven. We hebben meer tijd, voor onszelf en voor elkaar. Het weer zit ook niet tegen, dus de kans is groot dat we na school met z'n allen een uurtje in het water liggen of 's avonds met onze voeten in het zand de zon onder zien gaan.